In de aanloop naar 15 juni besteden we in dit programma aandacht aan het evenement door te praten met mensen die er zeer nauw bij betrokken zijn. Op de voor dan wel achtergrond. Vandaag zijn het Freddy Schelen, parcoursbouwer. Freddy, jij bent er in ieder geval. Ik ben er, ja. Kijk, oké. Okay. Christine Graham-Basting. Hey. Ja. Moet ik het gewoon volledig zijn? Dat is best. Of wil je gewoon... Ik gebruik het soms om elkaar eigenlijk. Ja? Het is lastig, dan weet ik zelfs niet meer wat ik waar wanneer heb gebruikt. Wie ben ik ook weer? Ja. Ja, precies. En Pierre Talmen hadden we verwacht, die is er nog niet, maar wie weet valt hij nog binnen. Overigens, Christine zingt samen met haar collega's van All For Musicals. En hebben we nog iemand bij zitten. Zingen jullie The Rose? Althans in het Zeeuws-Vlaamse dan toch. Toch? Heb ik het ongeveer samengevat. Hè? Welkom in de studio. Als Pierre binnenschuift, dan geef hem nog wel een plekje. Ik ga even naar Freddy toe. Freddy, je bent parcoursbouwer, heb ik hier zo gezien. Dat klopt, ja. Ja. Verzorg jij de route natuurlijk? Is het elk jaar een andere route? Ieder jaar een andere route. Tenminste, dat probeer ik toch. Ja? Ja. Heb je daar veel ervaring mee? Want dat verzin je niet zomaar natuurlijk. Ik heb 30 jaar wielerwedstrijden georganiseerd. Ook de route is altijd uitgezet. Oh, dus ja. Ik ken eigenlijk heel Zeeuws-Vlaanderen. Dan kan je elk kiezelsdingetje. Is dat lastig om elk jaar een andere route uit te stippelen? Of put jij uit jouw rijke verleden dan? Nou, het valt mee om hem uit te zetten. Ik ken natuurlijk de wegen overal. En ik weet waar aan de mooie plekjes zijn. En ja, zet ik hem gewoon uit. En dan laat ik het, als het klaar is, dan laat ik het... aan Wally zien. En die stuur ik hem naartoe. En die had hem naar fietsen. Aan Wally? Wally de Grote. Oké. Okay. Ja, die kennen ze niet allemaal. Waar is Wally? Ja. Wally. Oh. Ze maakt hem, ja. Dus die rijdt dan de route. En nou, krijg ik feedback terug van, nou, dat vind ik een beetje saai stukje. Nou, pas ik hem weer aan. En dan, Eigenlijk. Ja. Feitelijk doet het met z'n tweetjes. Eigenlijk, ja. Klopt. En dan helemaal uitzetten. Wat moet je allemaal op letten met zo'n parcours? Want het is al een club mensen natuurlijk. Ja, je bent wel gewend, maar kijk er als een redelijke leek tegenaan. Ik probeer een beetje zoveel mogelijk op de vrije wegen te rijden. Mm-hmm. Dus zo min mogelijk verkeerd. Want je rijdt hoofdzakelijk door de polders. Dat het niet echt een racebaan wordt. Ja. En ja, dat is een beetje uitzoeken natuurlijk. Ja, ik vroeg me ook af. Je hebt een grote hoeveelheid mensen. Moet rekening mee houden. De start, zijn vertrekken, is het begin het stukje belangrijk voor jou? Dat heel die meute, ik weet dat ze gaan in delen, maar het is toch een behoorlijke groep altijd. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want ze vertrekken natuurlijk met de 80 en 120. Ja, die gaan overdag de straat. Dus die rijden gewoon in konvooi op de straat. En door de dokweg. En in de struweg, ja, dan worden ze losgelaten eigenlijk. En dan valt het langzaam uit elkaar aan. Ja, precies. Ja, ik hoorde wel eens zeggen van mensen, in het begin zitten we te dicht op elkaar, moeten we ontzettend opletten en zo. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is niet anders eigenlijk. Dat is niet anders. Dus, ja, je vertrekt ongeveer met 1500 man per keer. Ja. Dus ja, dat is dan gewoon zo. Is de markt een fijne plek om te vertrekken? De markt in Terneuzen? Ja, ik vind het wel een mooie plek om te vertrekken. Ik vind het ook een mooie markt voor zo'n evenement. Daar gaat het niet over, maar je gaat door de Jongenstraat nemen. Door de Jongenstraat, ja. Dus hup, trechtertje in. Ja, op de markt worden dus drie straten opgesteld. Ja. Dus ze staan naast elkaar allemaal drie rijen. En dan de eerste rij weg is, dan sluit de tweede rij automatisch aan. Ja. 30 jaar doe jij dat al, dit soort dingen. Wat voor koersen heb jij uitgezet in het verleden? Ik heb het OZ Wielerweekend gedaan. De Data Prof Ronde, Zeeland Seaports. Doe maar. Ja. Toen de Flikker dat ook nog mee gemaakt? Ja, ik heb bijna alle... Ik heb één keer heb ik er niet mee gereden. Dat heb ik allemaal meegereden. Oké, dat was een ding toen in de tijd. Ja, dat was inderdaad. Dat vertrok bij de Alvareslaan, dacht ik. Bij het Zwaantje, of tenminste. Ja, Alvareslaan en later bij het voetbalveld. Oké. Ja, dat was mooi. In de tijden van Pierre IJzakkers, denk ik, dat hij alles aan elkaar mocht praten. Hè? Ja. Die viel nooit stil, hè? Die viel nooit stil, inderdaad. Nee, die wielrenners die waren eerder stil als Pierre IJzakkers, eigenlijk. Dat weet ik nog wel, ja. Ben jij fietsen, Christine? Recreatief. Ja, recreatief, ja. Dat is wel heel leuk om in de polders ook te fietsen. Ja. Kan ik echt wel van genieten, maar eigenlijk doe ik het te weinig. Ja. Geef ik eerlijk toe. Maar rij jij mee met de ride? Dat gaat toch niet? Je moet zingen dan? Nee, dat gaat niet. Eigenlijk vind ik dat wel jammer. Want, maar eigenlijk moet je zingen en dan snel op je fiets springen. Ja. Ja. In principe zou het moeten kunnen, maar... Ja, precies. Het was eigenlijk al te laat, want de inschrijvingen waren al... Dat vind ik niet zo'n... Dat vind ik een smoes eigenlijk. Kom ik er niet onderuit, nee. We hebben het over Ride for the Road. We gaan er zo over doorpraten. Misschien hebben we Pierre ook nog binnen, maar we praten met jullie gezellig verder. Geen enkel probleem. Je luistert naar Go Actueel. We hebben het over Ride for the Road, zoals ik zei. Christine zit bij ons. Freddy zit bij ons. Pierre is in aantocht. En misschien komt hij wel niet. Wie zal het zeggen? We gaan zo doorpraten. Onder andere over de Rose gaan we het nog hebben natuurlijk. Dat we heel blij zijn dat we daaraan mogen bijdragen. Aan zoiets moois. Dat snap ik. Ja, je zegt, je praat met z'n vieren. Ja. All for Musical.
Zonder S op het eind. Is musical met dubbel L of niet? Nee. 1L, hè? Ja, ja, oké. Okay. Nee, dan zitten we goed in ieder geval. Wat is dat? All for Musical is, bestaan nu 4 jaar. We zijn met z'n vieren. Dat zegt de naam ook al een beetje. Ja, dat hoor je niet. Ik zelf ben, zing samen met Sandra Swagers. Zij neemt ook de zang voor haar rekening. Tim Hoek, hij speelt allerlei instrumenten. Onze multi-instrumentalist noemen wij hem altijd. Die zit hier nou hij zit hier ook. Op, ja. Hij speelt op dat moment speelt hij tijdens de Rose speelt hij piano. Oei. En Ray Connips, onze gitarist, die speelt okay. Dan speel jij piano, Tim? Ja, ja oké. Okay. Onder goed, andere, goed, ja. Goed. Moet ja je, nee, maar dan moet je. dit is alleen maar bang, bang. Dit luistert heel nauw eigenlijk. Heel nauw. Dus ja. De Rose, ik hoor nou 1 stem, maar je eindigt meerstemmig. Is het moeilijk lied om te doen? Het was even zoeken naar de stemmen. Dat is eigenlijk iets wat we heel vaak doen met onze nummers. Wij vinden het heel leuk om meerstemmig te zingen. Mm-hmm. Dus dat is vaak Sandra en ik die 2 stemmig zingen en dan opbouwend in een nummer. Dan komen Tim en Ray er ook bij met de zang. Dus dat is in het begin een beetje uitzoek, maar dat vinden we juist de uitdaging. Mm-hmm. Vinden we leuk om die stemmetjes uit te zoeken. Dat moet ook nog bij elkaar passen ook. Maar, het moet ook maar passen, we hebben een andere afspraak gemaakt. We gaan nog eens eind van het jaar nog eens samenkomen. Gaan we eens babbelen over klopt, over ja, vind ik heel leuk. Kende jij Freddy? Nou ja, van zien hè, van de afgelopen edities natuurlijk. We mogen nu voor de 3e keer mogen we het nummer komen doen. Ja, want ik bedoel, zoveel vrijwilligers bij de Ride for the Roses natuurlijk. Mensen die omzonst al dat werk doen. Ja. En ik hoorde jou net tegen Christine uitleggen wat je al gaat. Ik dacht, oké, dat kan natuurlijk best dat je zo'n club hebt dat je allemaal bezig bent. De Frits en Kim en hun mensen die regelen dat, die kennen iedereen. Ja. Want hij elkaar onderling, die kent wel voor hetzelfde doel bezig bent natuurlijk. Ja. Nou, ja goed. Je kende Christine wel natuurlijk, Freddy. Ja. Ja, uiteraard. Want die staat altijd op de bühne. Die staat al te zien. Ik moet zeggen dat de organisatie wel echt mensen verbindt, moet ik echt zeggen. Je wordt heel goed op de hoogte gehouden. Je wordt er heel erg in betrokken. Het is een hele fijne, vlakke organisatie. Ze komt op ons te hoven dat het... Mm-hmm. Ja. Dan ben je in aanloop naar de 15e, oefen je... Oefenen jullie? Sorry, ja, maar dat bedoel ik de complete. Zeker. Wij oefenen wekelijks. We nemen dit steeds mee. Ja, ben je het niet beu? Helemaal niet. Nee? Nee, want nee, je verplaatst je toch weer in het nummer. Dat is goed geantwoord. Nee, je moet wel voorstellen. We vinden het heel belangrijk om kwaliteit te leveren. Dat je op dat moment gewoon het goed neerzet. Het is wel een moment dat heel veel mensen... Ja, aan hun dierbare denken nogmaals. En dan wil je het gewoon echt mooi neerzetten. Ben je zenuwachtig? Gezonde spanning noemen goed wij zo, het altijd. Goed zo, ja. Brankenkoorts. Ja. En jij, Freddy? Heb jij nog last minute aanpassing aan je parcours? Totaal wat anders, maar dat is zijn werk. Nou, nee. Het is geregeld. Het is allemaal geregeld. Hoe ver op voorhand heb jij je parcours klaar? In oktober heb ik het eigenlijk al klaar. En dan is gereden door Wally. En wordt gereden door Wally. Wally. En dan wordt besproken... Niet vergeten, jong Wally. Wordt het besproken met de wegbeheerders... Ja, want dat komt er allemaal bij. Dat komt er allemaal hoort bij. Dat ook bij jou? Afspraken maken met wegbeheerders voor afzetten en dat soort dingen? Nou, ik heb... Politie of weet ik veel wie? De politie zit er ook bij. Sorry. En ik maak ook een draaiboek van waar alles afgezet moet worden. Tenminste, de verkeersregelaar moet staan. Ja, maar dat is van belang natuurlijk. Ja. Ja, bedoel, dat zijn allemaal dingen. Er komt zoveel bij kijken natuurlijk. Dus ben je tevreden over het parcours dit jaar weer? Ja, ik ben heel tevreden over zitten het parcours. Zitten er rotte geitjes in? Of niet? Nee, het is in... Kolletjes van de anderhalve categorie, zal ik maar zeggen. Dus ook de 80 en 120 die komen dus vanaf Park Polder buiten Dijks komt terug naar Terneuzen. Dus dat is ook al heel bijzonder natuurlijk. Ja? Ja. Ja, ik weet het niet. Want er ligt geen fietspad. Langs de zee natuurlijk. Want er ligt geen fietspad. Jij zei dat is bijzonder. Ik denk, oké, dat zal wel. Ja. Maar dat is dan de lol als ze het meemaken. Ja. En dat is ook leuk voor de mensen dat ze niet elk jaar meereizen. Rijden voor het goede doel. Maar je moet toch zorgen. Je moet toch zorgen dat het een beetje leuk dat er wat varie, en het land is mooi genoeg. Hè. Nou, genoeg, dat is ik bedoel, Zuid-Beveland is ook prachtig natuurlijk. Moet ik wel toegeven. Want hier is ook wel mooi. Oké. We laten het erbij. Ik stel voor dat we Bette Midler opstarten. Het origineel. Ja. Onze Bette, dat is fantastisch mooi gezongen door Roos. Ik absoluut wens jullie een goed weekend toe. En wij spreken elkaar nog eens met All for Musical. Vast bedankt. Zonder S. Freddy, succes. Je bent klaar eigenlijk. Ik hoop dat... Klaar niet natuurlijk. Hoezo? Vanaf een paar dagen van tevoren, donderdag, ga ik de routes helemaal uitpeilen. Oké. Okay. Ja, dat is ook nog eventjes werk. Dat is ook nog even werk. Ruim 2 dagen bezig. Overal nog een bordje zangen. Ja, overal pijltjes. En dan maar hopen dat ze niet omgedraaid worden. Ja, maar dat wordt... Zaterdagmorgen wordt er nog helemaal gecontroleerd door verschillende mensen. Iedereen over een stuk.
En, waaronder Wallie natuurlijk. Wallie rijdt ook een stukje. Ja, uiteraard. Ik zag niks meer. Jammer niet vergeten, Roel Wallie. Dat is leuk. Oké, we eindigen stemmig. Wette Mirren Roos. Bedankt voor jullie komst in de studio. Graag gedaan. En een goede ruit gewenst.